Ja, zeker gaat het goed. Ik mag niet klagen. Gisteren wedstrijd achter de rug gehad. We hebben gewonnen. En het was een mooie wedstrijd. Dus met mij gaat alles goed. Nu lekker rusten, zondag. Ja, dus ik ben blij. Hoe is het met u? Wel, ik mag niet klagen. Gaat bij me goed. Je bent nu formeel speler van de Surinaamse selectie. Hoe voelt dat aan voor jou? Ja, voor mij voelt het als... ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij dat ik daar deel van uit mag maken. Zoals ik al in de interview had verteld. Om mijn land verder te kunnen helpen waar dan nodig. Dus ik voel me heel erg vereerd om deel uit te maken van iets historisch. Zo kan je het wel noemen. Hoe lang droomde je hierover? Sinds, ik moet eerlijk zeggen, sinds dat het duidelijk werd dat dit kon, had ik altijd in mijn achterhoofd van, hey, stel je voor dat het mogelijk zou zijn. Maar ja, het leek voor mij nog zo ver, dus ik liet het maar voor wat het was. Maar toen kwam het weer terug en mensen hadden het steeds vaker over en ik werd benaderd door de trainer. Dus ik dacht, ja, het kan toch wel echt gaan gebeuren. Dus sinds dat het zeg maar duidelijk werd dat het mogelijk zou kunnen worden, was het al een droom. Geweldig. Kan je de mensen vertellen wie je precies bent? Ja, nou, ik ben Mient Yabina. Geboren, getogen in Suriname. Op mijn 10e ben ik naar Nederland verhuisd. En ik heb altijd ik weet niet of je dat highway gewoond. Ik heb in Mungo gewoond. Dus ik ben daar ook naar school gegaan. Ik zat op de Oranje School. Dus ik heb heel lang in Suriname rondgelopen. Dus ik ken de cultuur, ik ken de mensen. In Nederland ben ik in Utrecht gaan wonen. In IJsselstein. En daar begon ik met voetballen. Dus in Suriname was het niet echt dat ik bij een voetbalclub zat of zo. Dus het was altijd gewoon buiten voetballen, met vrienden. Maar nooit echt iets serieus. Maar in Nederland begon ik mij te gaan ontwikkelen. En op mijn 18e mocht ik me bij FC Utrecht melden. En zo is het balletje gaan. En begon ik steeds meer te geloven in het profvoetbal. Utrecht, vervolgens heb ik mij weggevolgd bij de Graafschap. En anderhalf jaar later bevond ik me in Slowakije. En een jaar later weer bevond ik me in de Europa League. En speelde ik tegen Wolverhampton, tegen Besiktas, tegen Braga. Dus dat zijn wel echt stappen die ik heb gemaakt. Je staat er nooit bij stil, omdat je heel snel moet gaan. Dus als je eraan terugdenkt, denk je van ja, ik kom wel van ver. Maar je bent er natuurlijk nog niet. Je wilt altijd verder gaan. Maar ik mag niet klagen over de weg die ik aan het vervolgen ben. Ik kan me best voorstellen. Zonder meer, het is een weg die in principe nog een heel lange tijd gedaan heeft. Je hebt dit jaar jammer genoeg Europees voetbal gemist. Komt dat bij jullie over? Heel zwaar. Want heel zwaar. We hebben afgelopen seizoen natuurlijk in de Europa League gespeeld. Het was voor ons gevoel, het ging prima, het ging heel goed. Dus ons streven was om weer ons daar te melden. Maar helaas, het mocht niet baten. Zo zie je maar weer dat de sportwereld niet elke dag zonneschijn is. Soms moet je ook tegen een tegenslag kunnen. En dit was een zware dop voor ons. Heel, heel zwaar. Want je wilt elk jaar jezelf weer kunnen bewijzen. Je wilt elk jaar weer jezelf kunnen laten zien. Het ging al mis bij de Champions League kwalificaties. Doordat we 1 coronageval hadden en we mochten de wedstrijd niet spelen. En toen waren we uitgeschakeld. En in de Europa League kwam de tweede klap. Ja, dan is het helemaal zwaar te verduren. Maar ja, je bent een sportman. Je weet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Je moet je er altijd weer overheen zetten. En dat hebben we vervolgens gedaan. Dus nu zijn we volop in de competitie bezig. We staan nu tweede. Maar we werken keihard en ik geloof sowieso dat we aan het einde van de rit weer zo'n mooie seizoen kunnen hebben als afgelopen seizoen. Het kampioenschap zit er dit jaar in? Zeker, zeker. Dat zit er voor ons elk jaar in.
Voor ons volgende wedstrijd is tegen de nummer 1. Dus dan, ja, daar draait het dan om dat je zulke wedstrijden sowieso moet winnen om nog zeg maar aanstoot te maken om de kampioenschap. Wat denk je dat jij zal zijn als toegevoegde waarde voor de Surinaamse selectie? Ja, wat denk ik? Ik denk dat ik sowieso qua ervaring, omdat ik in de Europa League heb gespeeld, ik heb in Nederland gespeeld, qua ervaring zou ik wel een steentje kunnen bijdragen aan het elftal. In de verdediging, mijn medespelers kunnen helpen. En niet alleen ik hoor, ik hoop ook dat mijn medespelers mij kunnen helpen. Dus als toegevoegde waarde zal ik zijn dat ik voor iedereen er klaar zal staan. Ik zal voor iedereen klaar staan. Ik zal helpen waarbij nodig is. Dus dat zou mijn toegevoegde waarde kunnen zijn. Wat zie jij als jouw sterke punt? Ik weet van mezelf dat ik een hele sterke, snelle verdediger ben. Ik sta mijn mannetje klaar. Ik heb een leiderschap in mij, dus ik weet hoe een team te dragen. En, dus dat zijn wel mijn kwaliteiten die ik naar voren zou kunnen laten brengen in het nationale elftal. Als alles goed zit, moet er hier op 15 november een oefenwedstrijd worden gespeeld. Ja. Tegen Guyana. Ja. Popel je om hier terug te komen? Heel erg. Daar kijk ik heel erg naar uit. Sowieso om de jongens te zien. Ja, ik word er al heel blij van. Sowieso om de spelersgroep te zien. En waar het kan misschien familie te zien. Maar ja, gezien de situaties, hoe alles is, weet ik niet of dat zou lukken. Maar ik kijk heel erg naar uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe de spelers zijn en de trainer te zien, de staf te zien. Dus om kort te zeggen, om mijn mensen te zien. Ik kijk er heel erg naar uit. En natuurlijk om weer thuis te komen in Suriname. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We zijn bezig met iets historisch. We zijn bezig met iets heel unieks. Dus natuurlijk, ik denk dat iedereen er naar uitkijkt. Ik zei, je hebt gespeeld in Europa, onder andere, in de Europa League. Ja. Wat denk je dat het verschil zal zijn wanneer je hier in deze regio Gold Cup en WK kwalificatiewedstrijden zal spelen? Wat zal het verschil zijn? Ik denk alleen het klimaat, misschien. Maar verder, voetbal, je speelt 11 tegen 11, alle scenario's kunnen gebeuren. Het is niet zo dat het hier het niveau veel malen hoger is. Nee, dat klopt niet. Dat was vroeger zo misschien. Maar nu draait voetbal gewoon om kleine details. En als je die details op jouw hand kan leggen, ben jij de winnaar. Dus ik kijk er niet raar van op als wij in alle wedstrijden gewoon misschien wel de bovenliggende partij zijn. Want dat is voetbal. Je moet durven dromen. Je moet je niet klein gaan opstellen. Want tegenwoordig, je ziet het overal. Je ziet zelf, Barcelona verliest met hele zware cijfers van Bayern. Dus de voetbal van tegenwoordig gaat niet meer om de grote namen. Nee, het zijn juist de kleine namen die het verschil kunnen maken. Dus ik hoop en ik wens dat wij allemaal ook dat geloof hebben. Want het begint met het geloof en vervolgens moet je het omzetten in harde werken. En als het geloof goed zit, weet ik zeker dat wij iets legendarisch kunnen neerzetten. Maar het begint bij onszelf. Wij moeten zelf erin geloven dat het mogelijk is. Ja, ik zou zeggen, heel veel succes en fijn dat we lekker hebben gesproken. Om jou en de andere in actie te brengen. En echt het beste toe. Dank u wel. Hetzelfde ook voor u. En ik hoop u snel te zien.